Hi allemaal, een tijdje geleden heb ik een AliExpress shoplog online gezet en toen had ik allemaal kledingstukken geshopt en een van de setjes was toen van Zaful. Nou, ik kende dat nog niet echt, had wel eens de naam horen vallen. En toen vroeg ik aan jullie van wat is dat nou eigenlijk? Is dat iets van AliExpress of is dat iets los? En jullie zeiden van dat is dus een webshop. Dus toen ben ik heel eventjes een kijkje gaan nemen. En heel toevallig kregen wij toen ineens een mailtje binnen van hey, willen jullie misschien wat producten uitzoeken en uitproberen? En we hebben al wat video's online gezien. Andere Zaful shoplogs van bekenden om ons heen. En we zijn toch wel een beetje nieuwsgierig geworden. Ja, we waren ook wel heel erg benieuwd om wat uit te proberen. Ja, dus dan zijn we naar de website gegaan. En ik moet zeggen, dat was echt best wel een onduidelijke website. Want van alle setjes kleding, je ziet het allemaal langskomen. Allemaal van die leuke dingetjes. Maar op de website zelf vond ik het gewoon niet heel erg duidelijk. Ja, het is wel zeg maar onderverdeeld in jurkjes en rokjes. Maar ja, dan op een gegeven moment ook een soort van bepaalde soort rokjes. En dan heb ik iets van, ik weet het allemaal niet zo goed meer. Dus ja. Dus het uitzoeken vond ik zelf niet heel erg makkelijk. En wat ik wel nadelig vond, is dat van niet alle kledingstukken had je een aanfoto. Dus het waren allemaal van die flatlays. Van die foto's van boven genomen dat de kleding plat ligt. Dus het is een beetje een gokje met wat we hebben besteld. Ja, dus ik vind het best wel heel erg spannend. Moet ik zeggen dat we ongeveer 2 of 3 weekjes hebben gewacht op onze spulletjes. Ja, dus ik weet eerlijk gezegd niet heel goed meer wat ik destijds heb besteld. Nee, ja, dat is best wel een beetje vervaagd. Hier heb ik in ieder geval de bestelling klaar liggen in de zakken. We hebben hem nog niet aangeraakt. Of tenminste, we hebben even opengemaakt om te checken of het wel echt Zaful was. We hebben nog niet gekeken, we hebben nog niet gepast. Ik ben echt heel erg benieuwd of alles gaat passen. En we nemen jullie daarin mee met vlogbeelden. Zodat jullie echt onze eerste indruk krijgen van al deze producten. Nou, we zullen onze best doen om gewoon in beeld neer te zetten wat de prijsjes zijn per item die we laten zien. En uiteraard staan ook alle linkjes beneden. Dus daar kan je het ook allemaal zien. Dus genoeg gepraat. Laten we gewoon gelijk beginnen met de shoplog. Ik laat je als eerst wat uitpakken. Ja. Ah, deze is voor jou. Ja, dit is, ik weet al wat het is. Sport BH. Ik was weer vergeten dat ik hem had besteld. Maar ik heb een hele fijne sport-BH van de H&M. Met een hele dunne bandje aan de achterkant. Vaak heb ik zo'n dikke razorback. Die van de H&M die kon ik niet meer vinden bij de H&M. En toen zag ik deze ineens in de webshop staan. Toen dacht ik, nou, die wil ik wel eigenlijk wel proberen. Hij ziet er goed afgewerkt uit. Voelt best wel goed ook. Ja, aan de binnenkant zit zeg maar zo'n soort van ander stofje. Alsof het zeg maar wat meer aan kan ademen. En ik zie dat de cups er ook uit kunnen mocht je dat willen. Of in ieder geval met wassen of wat dan ook. Ja, ik moet zeggen dat het best wel netjes eruit ziet. Het is gewoon een mooi sport-BH'tje. Nou, ik ben benieuwd of die past. Dit is een maatje M. Dit is hoe die eruit ziet als ik hem aan heb. En ik vind hem best wel goed zitten. Hij zit natuurlijk erg strak, want het is een sport-BH. Maar qua vorm sluit hij wel helemaal aan. En de achterkant vind ik echt super mooi. Je ziet zeg maar dat hij daar een beetje een cut-out heeft met een vormpje. En dan de binnenkant is zeg maar heel dun. Dus dat betekent dat je echt elk topje kan aantrekken die je maar wilt. En voor de rest ziet hij er wel gewoon goed uit. Ik weet niet of hij super supportive is als je zeg maar gaat hardlopen of iets dergelijks. Maar als je gewoon gaat fitnessen is het denk ik wel gewoon oké. Ik vind deze wel heel erg geslaagd. Wat zou het zijn? Het zijn wel mooie tasjes hè? Ja, ik denk dat het van jou is, toch? Heb ik hem los besteld dit broekje? Oh, wacht, er zit nog wat bij. Ja, volgens mij is deze voor mij. Ik zit te denken van, ik heb een setje in deze kleur uitgekozen. Maar het is zo klein. Oh my god, dat is een heel dun dingetje. Vandaar maar het is een crop top. Oh ja. Even kijken, ik ga heel veel knoopjes dichtmaken. De kleur is sowieso echt jouw ding. Dus deze ziet er wel kort uit. Maar ik denk dat het wel heel erg leuk is in combinatie met het broekje. Ja, en volgens mij kan dit broekje echt wel lekker hoog. Dus dat is wel heel erg mooi. Nu nog zien hoe het staat. Tada! En dit is dan hoe het setje eruit ziet als je hem aan hebt. Ik moet zeggen, weet je wel, hij is goed genaaid. Er zit een elastiekje in en voelt wel goed. Maar weet je wel, er zitten geen zakken in. Hij kreukt volgens mij echt als een malle. Dus wat dat betreft voelt hij wel een beetje goedkoop aan. Maar tegelijkertijd heeft hij wel weer een binnenbroekje en zo. En ik vind zeg maar het totaalplaatje vind ik wel echt heel erg leuk. Het is lekker luchtig. Deze top die sluit ook goed aan, vind ik. Ik draag hem zelf best wel hoog. En ik zie dat hij een beetje poft. Dus het geeft me wel wat meer vorm. Volgens mij kan je hem ook eventueel lager dragen. Maar ja, dat vind ik nooit echt een hele goede look. Dus ik hou hem lekker gewoon hoog. Dus ik vind deze wel heel erg geslaagd. Volgende item. Oeh, die is voor jou. Is dit ook van mij? Toen dacht ik nog, die heb ik niet gezien op de webshop. Even kijken, ik heb hier één los deel. Dit is een touwtje. Hier heb ik het topje vast. En dit is een broekje. Deze is echt mini volgens mij. Dit is een cropped, super mini topje. En die moest je aan de voorkant strikken. Hij is heel erg schattig. Ja, en aan de achterkant heeft hij elastiek. Dus dat is altijd heel erg fijn. En hoe is het broekje? En dit is een lekker high-waisted, super high-waisted broekje.
En zitten er van die, wat is het, sinaasappeltjes of zijn citroentjes? Ja, het zijn sinaasappels en die zijn doorgesneden en niet doorgesneden met kleine fruitdingetjes. Oh, voor deze echt maar heel ziet leuk. Ziet het er niet heel smal uit? Oh nee, dat moet wel. Ja, dat volgens mij. En het is een stofje die volgens mij niet per se. Nou, het enige wat is dit? Wat is dat? Oh ja, vlek. Een soort van rare vlek zit er wel in, zie ik al. Oké. Okay. We gaan hem gewoon even aandoen en dan gaan we het zien. Nou, dit is het sinaasappel setje. En ik moet zeggen dat ik hem echt heel erg schattig vind. Ik was een beetje sceptisch over het topje. Maar ja, die kan eigenlijk weer erg goed. Ik heb wel nu een zwarte BH eronder. Dus ik zou misschien eerder een beetje wat meer huidskleurig doen. Zodat het wat minder opvalt dat het eronder zit. En je kan het misschien zonder ondergoed doen. Maar ik zou het zelf niet heel erg vertrouwen. Want het is wel echt een heel dun stofje. Dus en vrij los, zeg maar. Dus ja, een nipslip zou snel kunnen gebeuren. Wel is de stof van het broekje ook super licht en doorschijnend. Ik heb nu dan toevallig vandaag echt donkergroen ondergoed aan. Dus dat is sowieso niet een goed idee onder zoiets. Maar zelfs denk ik als je nude kleur doet, dan ga je het zien. Want er zit jammer genoeg dus geen onderbroekje in. Dus dat is wel een beetje jammer. Maar verder vind ik hem echt heel erg leuk. Je ziet niet al te veel bloot, in ieder geval voor mijn smaak. Omdat het broekje echt mega huge is. En lekker hoog. Oh wacht, er zit wel een... What? Oh my god jongens, ik heb me verkeerd hem aan. I'll be right back. I'm back. Nou, ik heb het broekje inmiddels de goede kant aan de voorkant zitten. En ik zie denk ik niet heel veel verschil qua wat voor- en achterkant. Dus het enige is dat je hier een beetje de onderkant ziet waar het zakje begint. Vandaar dat ik me net opviel. Dus ik vind hem nog steeds echt super leuk staan. Wel zie je hier nu inmiddels de randje van mijn BH. Dus dat ik een beetje heb bewogen. En wat ik dus wel heel jammer vind is dat er dus twee vlekjes... Kijken of jullie het kunnen zien. Daar zit een vlekje aan de voorkant. Dat vind ik wel jammer. Maar goed, door die plooitjes ga je het niet heel erg goed zien. En geslaagd vind ik deze. Next! Deze is ook van jou. Mij. Ja, dit is een jurkje volgens mij. Die ziet er leuk uit. Even kijken. Ja, hier gewoon met dunne bandjes aan de bovenkant die je kan verstellen wat heel fijn is. En dan strik je hem aan de achterkant. En het is een wat strakker model jurkje, dacht ik. Ik weet niet meer 100% zeker. Het stofje voelt wel heel erg dun en goedkoop aan deze keer. Ja, ik wou zeggen van deze ziet er iets goedkoper uit. Ja, in vergelijking met de rest... Maar, en ik denk ook echt dat hij extreem doorschijnt. Voor de rest ziet hij er wel leuk uit, maar wel heel simpel afgewerkt, ja. Let's try. Nou, dit is het ruitjesjurkje. Hij zit eigenlijk echt gewoon heel erg goed. Ik moet zeggen dat ik heel erg over te spreken ben. Je hebt dus hier die bandjes en dan heb je aan de achterkant hier, heb je... Oh. Dit stuk stof dat je even moet strikken of moet knopen. Ik heb er nu een grote knoop in gedaan, waardoor het wel een beetje een grote bochel op mijn rug is. Maar daar kan je zelf een beetje voor kijken wat je leuk vindt. En wat ook heel fijn is, is om te zien dat je dus hier aan de onderkant, hier zit een rits trouwens naar beneden. Dat sluit echt super goed aan, dus ik heb geen hele open rug daar zitten. En ik vind dat stukje openheid wel heel erg leuk staan. En verder, het model is ook heel mooi. Ik heb gewoon best wel een figuur erin, maar het zit niet te strak. Maar ik ga nog eventjes laten zien hoe ik hem zou dragen. En dat is namelijk met een wit t-shirt eronder. Dan maakt hij, dan maak je dit jurkje net iets meer casual. En dat is wat meer mijn stijl. Nou, en dit is hoe ik het jurkje in gedachten had. Het is echt gewoon met een simpel basic shirtje eronder. En dat maakt het geheel net ietsje... casual. Het enige is dat toen ik dus het t-shirt aan het aantrekken was, heb ik dus dit eventjes naar voren geklapt. En ik zie nou in één keer allemaal kreukels hierin zitten. Dus ik heb het gevoel alsof dit een heel kreukelgevoelig jurkje is. En daardoor niet echt chill om mee op vakantie te nemen bijvoorbeeld. Of als je misschien veel aan het zitten bent. Maar goed, dat is even wat me nu even opviel. Ik weet niet 100% zeker. Maar verder vind ik het resultaat wel echt heel leuk zo samen bij elkaar. Volgende item. Oh, volgens mij ook voor mezelf. Ik weet wel wat het zou zijn. Het is... Want er vallen allemaal dingen naar beneden. Ik heb namelijk een badpak besteld. Ik had namelijk al gelezen en gezien dat Savile heel erg bekend is om zijn badpakken. Dat daar heel goede badpakken te koop zijn. Nou, echt, de collectie was echt huge. Ja. Dus dat zag er echt heel erg goed uit. Dus daar heb ik lekker rondgekeken. En ik ben dit jaar dus bezig met, ik ben dit jaar badpakken aan het dragen. Dus ik heb ook voor een badpak gekozen. Deze staat super mooi bij je ogen. Maar hij voelt, ik weet, is het een badpak? Het voelt meer als een body. Ja, het voelt inderdaad een heel ander soort stofje. Maar hij stond echt in de badpakkenplek. Dus ja, wie weet. Alleen de touwtjes snap ik nou even niet waar dit vandaan komt. En waar dit voor bedoeld is. Ik weet het ook niet. Ik ga hem gelijk eventjes passen. En ik ben benieuwd hoe deze staat. Hij voelt in ieder geval goed aan. Oké, jongens, dit is het badpak. En ik moet zeggen, als ik gewoon nu mezelf zo in de spiegel zie of in de camera, dan denk ik, ja, het ziet er best goed uit. Maar dit is toch
echt wel helaas een complete fail. Je kan het misschien niet heel goed zien, maar de cups die zitten zeg maar hier en hier. Die zitten veel te laag. De bandjes zijn bijna niet echt te verstellen, omdat het heel erg vast zit. En er zit dus gewoon helemaal geen stretch in dit ding. Het is een hele harde, ja, harde stof die heel erg ook schuurt en in mijn schouders snijdt. En de fit is gewoon echt voor iemand die veel kleiner is. Dus ja, helaas. Dit is hem echt niet. Zit echt heel slecht. En ja, ik kan er echt niet heel veel meer over zeggen. Het enige is gewoon dat het nog erger is als je dit aan hebt dan hoe het uitziet hier, vind ik. Dus dit is helaas geen aanrader. Oh, wat is het ook alweer? Ja, dit is een setje die ik heb besteld. En ik moet eerlijk toegeven dat ik in mijn hoofd had dat hij veel meer oranje was en minder rood. Hij is echt heel rood. Het is helemaal niet oranje zelfs. Nee. Op camera lijkt het wel oranje of niet? Ja, ik weet het niet helemaal zeker. Maar in het echt is het rood. Het is wel echt veel roder. Dus de kleur wijkt wel een beetje af. En dit is dus een crop top die echt veel meer cropped is dan ik dacht. Kijk maar. Dat is een soort BH'tje aan de voorkant. En dan uiteraard weer met een matching broekje. En ik vond het wel een lekker retro streepje. Ja, zeker. Dus ik vind de kleuren nog steeds wel heel erg leuk. En dat geeft wel een soort van oranje vibe als je gewoon er snel naar kijkt. En dit voelt ook wel weer goed aan, de kwaliteit aan, zit er gewoon wel, wat je kan vergelijken, denk ik, met Bershka en zo. Ja. Waar ik trouwens ook een soortgelijk setje heb gezien. Nu ik er zo over nadenk. Nou, ik ben benieuwd hoe het staat. Oké, nou dit is dus het setje als ik hem aan heb. En ik moet zeggen dat ik hem wel echt heel erg schattig eruit vind zien. Ik vind de kleur, die staat gewoon leuk. De vorm is echt wel heel erg schattig. Het is heel veel cropped, maar ook weer niet heel veel. Achterkant lijkt er zelfs, zie maar een klein randje zeg maar. En dan hier best wel wat. Ik vind het wel een schattig topje, maar ik weet niet of heb ik hem misschien te gedraaid aangetrokken. Maar hij is best wel gedraaid, waardoor je steeds als ik beweeg een beetje mijn BH ziet aan de onderkant. En dat vind ik wel echt heel erg jammer. Want dat wil je natuurlijk toch liever niet. Vraag me af of ik daar iets aan kan doen. Of dat ik gewoon een andere soort BH aan moet trekken. Of dat ik hem gewoon als een soort van strandsetje moet houden. En dat ik hem dan meeneem naar het strand. Want bikinis zijn vaak net wat kleiners. En dan zie je het niet. En op zich vind ik het ook wel echt lekker setje om naar het strand te dragen. Maar voor de rest voelt hij gewoon wel heel erg goed. Zeg maar de kwaliteit vind ik echt wel vergelijkbaar met een Bershka en een H&M. En een Stradivarius denk ik. Gewoon qua hoe het aanvoelt en hoe het zit. Ja, de maat is ook gewoon echt helemaal prima. Om dus nog eventjes duidelijk te laten zien wat er gebeurt als je met je armen in de lucht gaat en weer naar beneden. Waardoor die dus iets minder draagbaar is. Is dan krijg je dus dat je BH hier helemaal gaat showen. En dan moet je hem weer naar beneden trekken. En dan doe je weer zo en dan gaat hij weer. Deze is voor jou. Ja. Dit is een rokje. Rokje? Nee, het is een broekje. Oh. Het is een shortje. Ik moest even nadenken. Oranje, ja. Ik weet natuurlijk dat oranje is echt onze landskleur. En oh, we dragen het altijd oranje tijdens het WK en dergelijke. Maar het is gewoon zo'n vrolijke kleur dat ik iets had van nou, ik ga deze gewoon het nemen. Het is ook een beetje roestkleurig oranje. Ja, het is inderdaad niet zo fel. En dan heeft hij aan de onderkant van die ruusjes. En dan heeft hij stipjes erop wat heel erg schattig is. En je kan hem ook nog hier vastbinden en een soort van strikje erin maken. Dus deze heb ik genomen in een maat L. Heb ik een L genomen? Ja, maar die maten die vallen volgens mij best wel wat kleiner. Oh ja, de website had dus ook soms erbij gezet of het kleiner viel. En ze hebben de afmetingen ook daarbij staan. Gaan we even uitproberen. Nou, dit is het shortje. Of eigenlijk is het een skort. Ik kwam er eigenlijk net achter. Want als je dus zo doet, dan zie je dat het een broekje is. Maar het heeft dus de look van een rokje. Nou, zoals ik al zei, ik heb dus maat L besteld. En hij is ietsje ruim, maar ik denk niet dat ik een maat M had aangekund. Want dan was het misschien weer net te krap geweest. Maar ik vind hem echt gewoon heel erg leuk staan. Het beste hieronder is ook weer huidskleurig ondergoed, omdat hij lichtjes doorschijnt. Maar verder zit hij gewoon echt heel erg goed. En ik vind het wel heel leuk om deze te combineren met een t-shirt erop. Of gewoon een witte top bijvoorbeeld. Ik vind hem wel echt heel cute. Oh ja, de achterkant staat wel weer alsof het een broekje is. Ja, Oh, we zijn wel een beetje in die roestroodachtige kleuren. Ik hou van deze kleur. Ik moet zeggen dat ik deze ook weer iets meer oranje had verwacht. En hij is toch iets meer bruin. Ja. Maar dit is een culotte playsuitje. En dan dat is een schattig bovenkantje met knoopjes. Hij ziet er leuk uit. Heel mooi, ja. En de kwaliteit is volgens mij ook wel gewoon prima. De achterkant heeft die elastiek, dus dat is gewoon echt wel heel fijn. En sluit het gewoon wat sneller beter aan. Nou, dit is dan de playsuit als ik hem aan heb. En ik moet zeggen dat de fit is echt heel erg goed. Hij zit goed in mijn middel. Hij zit rond de borst, dus zit ook heel erg goed. Achterkant zit helemaal goed. Ik ben er heel erg tevreden over. Het enige puntje wat ik kan noemen is dat ik 1,70 meter ben en ik heb best wel lange benen. Dus ik vind hem eigenlijk net iets te kort voor mij. Ik dacht dat het zou mooi zijn als hij zeg maar tot hier zou komen. Dus echt wel zo'n
20 centimeter langer als het niet al 30 is. Want dat ben ik dan in ieder geval gewend van culottes. Want ik denk dat hij nu precies op het dikste gedeelte van mijn kuit komt. En dat is niet zo flatterend, zeg maar. Het was het mooie geweest dat hij net wat langer was. Maar langer kan ik hem niet maken. Ik kan er wel eventueel voor kiezen om hem misschien in te korten. Dat ik er gewoon een korte van maak bij de kleermaker. Of ik moet gewoon even laten. En dat ik het nog eventjes ga passen met andere schoenen. Maar ja, ik moet zeggen dat ik echt heel erg tevreden ben over deze. En de kleur vind ik ook heel erg mooi staan. Ik vind hem wel heel erg leuk, deze. Alrighty, ik weet niet wat dit is. Huh? Wat is dit? Oh, die heb ik die besteld? Heb jij die besteld? Weet ik niet. Volgens mij heb jij die besteld, ja. Ja, klopt. Zo. Oh. Die bandjes zijn wel echt heel goedkoop, hè? What the fuck? Ik kreeg er gewoon warm van. Ik dacht, superleuk, een spaghetti croptopje. Ik denk dat het wel heel mooi kan zijn, hoor. Het kan wel heel mooi zijn, maar even serieus. Kijk hiernaar. Ja, het is wel dit heel is dun, gewoon maar wat je dan vroeger in je haar deed. Van hele dunne haarelastiekjes. Ja, maar ik denk dat als je het gewoon aandoet, dat het echt niet zo goedkoop eruit ziet als dat misschien nu lijkt. Maar dat is een gokje. Laat ik het maar eerst even aanzien voordat ik begin te oordelen. En dit is dan de top. Ik zei net dat het een crop top was, maar ik moet zeggen dat ik hem helemaal niet super crop vind. Want zoals je ziet, is hier mijn navel en hij is dus helemaal niet zo heel erg kort. Het lijkt eigenlijk gewoon bijna op een normale, maar toch geeft hij dat kleine beetje huid. En dat vind ik dan toch wel heel erg leuk staan. De stof voelt echt een beetje dik aan, best wel zacht, goed stretchy. Ziet er goed zacht uit, dat vind ik kwalitatief wel heel erg mooi. Larissa vindt het zelf allemaal wel meevallen, deze bandjes. Ik vind het zelf heel erg goedkoop en een beetje skeer overkomen. En Larissa vond het eigenlijk wel leuk. Maar wat ik wel fijn vind is dat je dan nog een BH kan dragen en dan kan je hem eroverheen doen. En dan lijkt het net alsof dit gewoon de top is, maar eigenlijk is het dus dit kleine bandje. En ja, de reden dat ik me er misschien aan stoor is omdat ik gewoon bang ben dat ik hem kapot trek. Omdat het dus echt zo dun eruit ziet. Dus deze vind ik ook wel, als ik eerlijk zeg, wel geslaagd. Ik vind hem heel goed aanvoelen. Wat ik nu trouwens zie, nu ik hem heb uitgetrokken, is dat er Bradley hartje Michelle in staat. Want volgens mij is dit gewoon een Brandy en Melville dupe. Vind ik wel weer heel erg grappig. Ik moet zeggen, ik ben echt heel erg verrast. Ja, op een positieve manier. Ja, zeker. Echt bijna alles hebben we gewoon heel erg goed uitgekozen qua maat. Ja, ja. Dat de meeste dingen we in maat L, nee, M hebben besteld, M. toch? Ik moet zeggen dat ik ook wel echt goed heb gekeken op de website van ziet dit eruit alsof het gaat slagen of niet? Ik denk van al mijn items ben ik eigenlijk over het algemeen wel tevreden. En in mijn geval vind ik het jammer dat het setje met de sinaasappels wat vlekjes heeft. Echt ja, meerdere dan dat twee. Dat is wel echt jammer. En dat hij dus heel erg doorschijnt en geen onderbroekje heeft. En natuurlijk het badpak was echt een complete misser. Dus laat me eventjes weten in de comments of jij wel badpakken of badkleding van Savol hebt. Want ik heb dus gehoord dat het echt geweldig dat, was. Ja, ja. Maar ik weet niet wat er bij mij fout is gegaan, maar het was echt helemaal niks. Maar verder dus superleuk. Je gaat zeker deze outfitjes terug gaan zien komen op onze Instagram accounts. Dus houd zeker die ook in de gaten, mocht je ons nog niet volgen. Nou, laat even een reactie achter met jouw mening over onze kledingstukken. Van voor je het nou helemaal niks, voor je het wel heel erg leuk. Daar zijn we heel erg benieuwd naar natuurlijk. En nogmaals, ik ben echt best wel positief verrast over de fit en hoe alles eigenlijk is. Ja, ik ook. Dus ik hoop dat jullie het leuk vonden om deze first impression, first try on shoplog van Savol te zien. Laat vooral even een duimpje omhoog achter. En vergeet je ook natuurlijk niet te abonneren op ons kanaal. En dan zien we jullie heel snel weer in de volgende video. Doei! Doei.